Ik sta hier met burgemeester Gradissen en we hebben al heel net even kort gesproken over het hoge water al van deze hele week. Want hier hadden we nog wel kunnen staan, hè, maandag, maar hier vlakbij niet meer, toch? Tot waar heeft het water ongeveer gestaan? Nee, dat klopt. Je had hier de trap niet meer af kunnen lopen. Het water heeft hier gestaan tot op die pijlstok 11 meter. Dus dat is best hoog. In 1995 was het hoger, 12,27. Maar dit is natuurlijk toch wel heel bijzonder, vooral in de zomer. Hè. Dat gebeurt eigenlijk nooit in hoogzomer. Ja, dat klopt. En normaal loopt hier echt duizenden mensen natuurlijk door het dorp heen. Komen die ook altijd op deze plek of lopen ze net erboven langs? Zij lopen op de vrijdag, gaan ze daar boven langs. Dan komen ze niet via de Maaskade. Nee. Wel iets verderop, hè. Dan lopen ze wel op de Maaskade, eigenlijk op de Groene Kade, zeg maar. Ja. Ja. Nou, en normaal is het één groot feest. Hoe beleven jullie deze week? Ja, ik vind het ontzettend gemist. Ik vind het vreselijk. Echt vreselijk. Want ik zag er eigenlijk wel ieder jaar naar uit. Hè. En Mook heeft dan ook nog het voordeel. Want ja, dan hebben ze over de dag van Kuik en de dag van Groesbeek. Maar ik zeg eigenlijk, het is allemaal een beetje de dag van Mook. Hè. Want die donderdag komt hier alles voorbij. Ja. Dus echt de hele club. De 30 die split zich hier af richting Groesbeek. En de anderen gaan naar het zuiden toe. En op de vrijdag, de feestelijke dag, is alleen de 30 hier niet. Dus ja, wij hebben altijd feest dan. Ja. Nou, ik zie het hier ook, want ik was hier net boven, dus langs de doorgaande weg. En er zijn echt heel veel wandelaren. Er is toch echt een feestje op dit moment aan de gang. Ja. Als jullie als gemeente, doen jullie daar ook vaak nog aan mee? Nee, weet je wat het is? Je moet natuurlijk formeel ook in acht nemen. Nog steeds 1,5 meter, hè? Ja. En nou, dat heb ik de afgelopen jaren niet gedaan bij de Vierdaagse, hoor. Er zijn mensen die omhelzen en knuffelen. En ja, je moet altijd daarna je pak laten stomen. Maar ja, dat is zo fantastisch. Dat gaat niet. En jullie staan dan op het bordes normaal? Nee, wij hebben geen bordes. Wij staan gewoon op de vloer. Gewoon heel dichtbij bij de mensen, ja. Ja, ja, en dan is het dus ook één groot feest. Ja. En gisteren ook veel wandelaars hier langs nog zien komen? Ja, ik denk dat natuurlijk zijn er velen die dat in de eigen omgeving doen. Maar je ziet ook wel, vind ik, veel mensen die dit echt bewust kiezen om toch die Vierdaagse te lopen zoals ze dat gewend zijn, zeg maar. Ja, ja. Dus dan zie je ze keurig ook op donderdag hier voorbij komen, soms al heel vroeg. Ja. En op de vrijdag nu ook, ja, je ziet toch steeds plukjes. Maar ik vind, ja, je kan niet naar buiten gaan, je kan moeilijk dan die mensen, ja, op 1,5 meter. Want, ja. Nee, gaan we niet nee, doen. Nee, dat klopt. Het is echt overal heel erg anders. Ja.